Hey, ik ben Jacob en we gaan nu vandaag filmen over het WK. Dat is het onderwerp voor vandaag. Jullie kennen het namelijk al, het WK. Nederland, Spanje, Brazilië, Italië. Veel landen doen eraan mee en ja, daar gaan we een kort vraagje over stellen. Kijk maar lekker mee. Hey, ik ben Jacob en wie ben jij? Ik ben Niels Lager. En je werkt bij het SMEO, dat heb ik al gezien. Dat heb ik heel goed gezien, ja. Ik werk inderdaad bij het SMEO, ja. Nou, het onderwerp van vandaag gaat over het WK. Het wereldkampioenschap. Ja. Wat heb je daar nog iets over te zeggen over het WK? Nou ja, dat ik tot nu toe volop aan het genieten ben van alle wedstrijden. Ik heb nog geen minuut gemist, dus... Je staat helemaal 100% achter Nederland? Kijk, ik ben 100% van Nederland. Maar ik ben ook voor mooi voetbal. Dus de landen die dat laten zien, die gun ik wie zijn de top 3 landen die jij denkt dat dit WK een goede kans maken? Duitsland verwacht ik wel veel van. Frankrijk verwacht ik wel wat van. Ja, dan heb je al nog een paar outsiders. Kijk, Brazilië, maar die zijn niet zo goed als iedereen denkt dat ze zijn. Ja. Hetzelfde geldt voor Argentinië. Wat vind je ervan dat de WK, wat 2010 in Spanje heeft gewonnen, dat die nu niet eens door zijn? Ja, dat is al een paar keer eerder gebeurd natuurlijk, dus daar sta ik niet van te kijken. En ja, iedereen weet dat er armoede is in Brazilië. En wat vind je daarvan? Dat armoede leidt onder de wereldkampioenschap. Ja, kijk, ze creëren natuurlijk wel inkomsten ermee. Alleen ja, de dingen die je ziet, mensen die uit hun huis worden weggejaagd, hè, als je de media mag geloven. Ja, dat is wel erg inderdaad. En ik vind, daar moeten ze wel wat aan doen natuurlijk. Ja, ik snap. Misschien moeten ze dan ergens anders organiseren. Maar aan de andere kant, als je ziet hoeveel mensen er met plezier juist ook weer naartoe gaan, ja, dat is natuurlijk wel top. Is goed, ik zie je nog wel een keer in de stad bij de volgende wedstrijd van Nederland. Houdoe en bedankt. Ik ben Jacob en wie ben jij? Ja, ik ben Zenel. Oh, en je zit zeker nog op de middelbare school? Ja. En waar zit je op school? Op Strea. Strea. Fruitland. Is goed. Wat vind je van het WK? Want het WK is weer bezig. Ik vind het leuk. Ja, kijk je? Ja, En welke afkomst ben jij? Albanese, dus je bent voor Bosnië? Ja, voor Bosnië, Kroatië. Gaan ze vanavond winnen, denk je, Bosnië van Nigeria? Ja, tuurlijk gaan ze winnen. Ik bedoel, Balkan toch. Ja, ik snap het. Hey, dat hoort niet, hè. Maar wat vind je ervan dat armoede leidt onder het Braziliaanse voetbal? Ja, gewoon. Ik bedoel, plezier voor iedereen toch, als je een beetje voetbal hebt in Brazilië, ja. Maar je vindt het niet erg dat er wordt gevoetbald en de stadions worden gebouwd, maar de arme mensen krijgen daardoor minder geld? Ja, in die krottenwijken. Ja, het is wel dat ze het bouwen in die krottenwijken, maar ik bedoel, daar, als de WK is afgelopen, kunnen ze daar toch ook gewoon wonen. Ja, is goed. Dat is jouw mening, hè? Ja, dat is mijn mening. Maar ben je ook voor Nederland? Ja, tuurlijk ben ik van Nederland. Ja, hoeveel denk je dat Nederland gaat eindigen? Ik weet niet, denk ik halve finale of zo, finale, ergens in die richting, want ze spelen tot nu toe best wel goed. Is goed, bedankt voor deze interview. Ja, fijne dag. Graag gedaan, man. Ja, leuk. Ik ben Jacob en wie ben jij? Ibrahim. En waar zit je op school? Goed Lyceum. En welke klas? 1C. En weet je al een beetje wat over het WK? Nee, niet zo. Kijk je ook niet soms? Nee. Heb je nog nooit een wedstrijd van Nederland gekeken? Dat wel. Dat wel, ja. Vindt Nederland goed dat op het WK? Ja, dat wel. Ja? Ja. Wat vind je ervan dat er heel veel armoede is in Brazilië? En dat door die armoede worden er ook nog eens stadions gebouwd. En ja, dan krijgen de arme mensen nog steeds minder geld. Wat vind je daarvan? Niet goed. Niet goed? Waarom vind je dat niet goed? Ze kunnen beter uitgeven aan arme mensen. Klopt, daar ben ik helemaal met je eens. En hoeveel denk je dat Nederland gaat winnen de volgende wedstrijd? Ja, 3-1 of zo. Ja, 3-1. Mooi getal. Maar bedankt voor deze interview en nog een fijne dag. Oké. Okay. Hallo, ik ben Jacob en wie ben jij? Ik ben Francis. Ja, het onderwerp gaat over WK. Dan gaat het pas wel goed bij jou, want je bent namelijk voetballer. Dat klopt. Ja, waar voetbal je? Ik voetbal bij NAC Breda. En welk A1. Team? A1. En welke school zit je? Ik zit op het Johan Cruijff College in Roosendaal. Is goed. Wat vind je van het WK? Ja, ik vind het leuk. Het is natuurlijk voetbal. Dus ik kijk het graag. Ik geniet van goede voetballers. Ik kan er ook van leren. Ja, kijk je alle wedstrijden? Ik probeer zoveel mogelijk te kijken. Geniet je? Van welke spelers geniet je echt van? Ja, dat zijn natuurlijk de topspelers. Suarez, Ronaldo, Messi. Ik snap het. Is zo'n... En wat denk je aan Nederland? Hoeveel het gaat worden? Nederland? Kijk, als ze zo doorgaan en alles blijft winnen, dan zou een halve finale
wel mogelijk zijn. Is goed. En wat vind je van dat de arme mensen in de sloppenwijken nu minder inkomsten krijgen door de nieuwe bouw van stadions? Ja, het is natuurlijk wel zonde. Want ja, eigenlijk gaat het een spel voor de mensheid, laat ik zo zeggen. Maar ja, zo gaat het nu eenmaal. Kijk, als ik het kon veranderen, zou ik het veranderen. Maar dat kan ik niet. Maar ik snap het, goed antwoord. Ja. Bedankt voor deze interview en nog een fijne dag. Is goed. Hier ben ik weer. Dit is het einde van onze video over het WK. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en nog een hele fijne dag. En vergeet niet te liken. Yo!